nou bom dieet, kom op. Je kunt het de hele wereld zien dat jij in de slag gaat vangen. Spari. Nou, is ook weer 100 vis aan het vangen. Wij kunnen helemaal niet vissen. Lekker is dat. Gezellig hoor, dat vissen met Pon. Maar ik vraag me af of Pon nog in de boot blijft. Straks trekt hij er overboord. Zet hem even op pauze, want anders wordt het een filmpje van 3 uur. En dan draai ik even die shaker in toch thuis zelf. Pon slaapt vanavond goed hoor. Ja, het is helemaal uitgeput. En dan zet ik op YouTube, moet je het laten zien hè? Tuurlijk. Ik kan je niet alleen doorsturen de link toch? Vandaag. Ja, dat ga ik ook doen. Kennen we jullie. Oh ja, maar die, dat filmpje van dat zaag in het bos. Ja. Kom op! Wat is er mee? Nee, ik heb het doorsturen naar Fens. Die heb je toch al? Ja, want het zaag volgens mij niet. Ze staan allebei al op, lang op YouTube. Ja, maar ik moet even de, hoe heet dat hebben? De link? Ja. Oké. Okay. Ja, hij zit er behoorlijk. Hij komt nou niet meer vol. Erg wel. Maar nog een minuutje of 20 wachten is hij er wel. Wow. Nou weet ik hoe die werkt. Nee, kijk eens hoe goed die gaat, Pon. Je komt heerlijk op YouTube, de hele wereld ga je lekker bekijken. Weet je wat nou nadeel van de filmpjes, Pon? Dat je gekleed bent.